Hallo mensen van Lycon Gameplay, welkom bij een nieuwe aflevering van Shiny Pokémon Fire Red. Wow. Ja. We gaan vandaag lekker beginnen doorgaan. En misschien kennen jullie de doospoeken nog. Het blijft leuk. Vorige aflevering was het een kortere aflevering en daarom wordt dit een langere aflevering. Ik heb een tijd naast me zitten zodat ik de tijd niet te veel doe of zo. Bla bla bla. Meestal krijg je spullen van mensen, dus daarom praat ik met ze. En ik weet zeg maar niet meer wat ik moet doen. Oh ja. Bla bla bla. In de Japanse versie is hij dronken. Ja. En dat hebben ze in de Engelse versie eruit gehaald, want ja, het is niet echt heel erg goed voorbeeld voor kinderen. Ja. Of nee, hij heeft een kater. Dat heeft hij. En hier wil hij gewoon niet dat je er langs gaat. Oh, lol. Oh, niks. Oké. Shiny Rattata! Waar ik vandaag over wilde praten is de triathlon. Als je niet weet wat het is, dan moet je zwemmen, lopen en fietsen. En dan moet je... Wacht, ik pak al even het blaadje erbij. Hoeveel ik moet lopen, fietsen. Ah, hier. Je moet, voor mijn dinges, moet je, ik heb 1/8 gedaan, 500 meter zwemmen, 30 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Denk je van, oh, dat valt wel mee. Nee. Het fietsen was voor mij een eitje. Echt fucking makkelijk. Level 7, Ember. Dat is super handig dat ik nu Ember heb. Ik ga even wat pokeballen kopen, als ik dat kan. In ieder geval, het fietsen viel dus wel mee. Hey you, hey you wanna be my girlfriend? No way. Da-da-da-da-da. Yay, battle, bla bla bla. Fietsen viel mee, dat was ook als het eerste onderdeel. Toen kwam zwemmen, dat is echt zwaar, maar iedereen gaat zo snel. Dat je eigenlijk de rest wil bijhouden, maar dan ga je zeg maar, ja, te snel. Je moet eigenlijk je eigen tempo, want dan haal je het nog steeds. En dan heb je het lopen en dat heb ik gewoon totaal gelopen, niet eens gerend. Nou, ik heb wel stukken gerend, maar dat is echt zo weinig. Ik heb er 33 minuten over gedaan, over het loopgedeelte. Het fietsen weet ik niet, iets van 100. En het zwemmen 15. En dat wordt dan 3 keer meegerekend. Het minst leuke van de triathlon vind ik het verslaggedeelte. Oh, ik kan dat echt niet tegen. Ik kan daar echt niet tegen. Want wie verzint nou om een verslag? Grams. Dat is Lily. I'm almost forgot. What did you call me for? Uitroepteken. Alright. I have a request for you too. Wat was dat voor geluid? Ja, dat was een nelpaard. Dat zijn mijn special effects. Helemaal zelf gemaakt. Ik stop zoveel moeite in deze video's. Niet normaal. Pokeball. Yay. Kan ik eindelijk een shiny Rattata vangen? Of een shiny Pidgey. Duurt lang. Yay. Shiny Rattata. Nee, ik hoef geen Shiny Rattata. Het is best wel gay.
Amber. Dus ja, ik moet een verslag maken. En wat moet dan in dat vlagvraagje af? Begin, je had deel A, dat moest je van tevoren inleveren. En deel B, dat moest je, moet je er achteraf inleveren. Ik heb alles al gemaakt. Hoe kijk je tegen de triathlon aan en waarom? Fucking kut. Geef je onderdeel per probleem. Zeg maar, fietsen geen. Lopen moeite. Zwemmen nog meer moeite. Zwemmen ging wel gemiddeld. Lopen ging echt bagger. Ook heb ik... En dan moest je ook nog een voorspelling geven van hoe lang je erover zou doen. En bij heel veel dingen kwam ik goed uit. Ook bij het lopen. Gewoon precies. Op iets van 3 minuten na. Maar alsnog ben ik teleurgesteld in mezelf. Best wel raar. Don't die. I want you to stay. I want you to stay. Mooi hè? Ja. Back. Pokeball. Use. Do. 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 Yay. Do. 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 Ik probeer ook iedere Pokémon een nickname te geven, maar het zal niet altijd lukken. Pidgey. Ik kan wel Picky noemen, maar dat is ook weer zo'n Main Street. Pendag. Pop. Je moet sowieso met de P beginnen. Penetratie. Ja, we hebben een winnaar. Alsjeblieft laten passen. Penet. T van Tering. A. T. I. Ja! Penetratie! Yes! Ik ben zo blij dat het woord penetratie past. Naar het Pokémon Center. Wat mag ik nu eigenlijk doen? Oh, ik mag niet er langs omdat ik een Pokédex heb. Oh ja. Oh, wacht. Ik had die map mee moeten nemen. Van die moeder. Van het kutkind. Mijn rivaal. Een kleinzoon van professor ook. In ieder geval, hoe het kan dat, moet je, in verslag B moet je ook zeggen van hoe het kan dat het zo erg verschilt. Tussen je verwachte tijd en je tijd die je hebt gelopen, / gefietst, / gezwommen. En ja, het verschil is niet zo heel veel, dus wat moet ik daar zeggen? Dat is gewoon niet verschil, hè? Weet ik veel. Viel het mee of tegen je tijden? Zoals ik al zei, bij het lopen viel het tegen, ook al had ik het goed gedaan. Ik moet zeggen, bij deel A, waarom je triathlon A, B of C hebt gekozen. Triathlon A is 1/4 triathlon, triathlon B is 1/8 triathlon, triathlon C is 1/16, dat is alleen voor meisjes, discriminatie. Meisjes mogen altijd meer, altijd. Vroeger niet, maar nu wel. Ik had ook 1/16 gedaan. Als dat gekund. Als ik het had kunnen doen. Ja, zeg dat maar. Level 8. Ja, motherfucker. Waar was ik? Oh, wacht, niet hierheen. Terug. Ik kom er niet in. Bla bla bla. Alsjeblieft, neem mijn map. Ga weg, dit is een overval. Later, bitch.
Zwammeke, B heb gekozen. A is moeite. En ik had het waarschijnlijk niet gehaald. Ook, ik ben niet super sportief of zo. De training die je hebt gedaan, moest je ook noteren in van tevoren. De training ervoor. Echt, bij de meeste is gewoon niks. Alleen bij de LO-les soms. Misschien. Maar dat ook niet is altijd. Ja, dan moet je dus een verslag van maken. En dat is fucking gay, want het telt als PTA-punt. Dat telt dus heel zwaar. Voor de mensen die niet in de bovenbouw zitten. Net als ik, de coole jongens. Ik weet trouwens niet of jullie het geluid van het spel zelf horen. Het zou best wel tegenvallen. En dan zou je mij de hele tijd meeneuren en voor de rest niks. Aansteker. Burn him to death. He's dead. Badass motherfucker. Well, now I've had my coffee, and that's what I need to get going. What's that red box you have? Ah, you're working on your Pokédex. Then let me give you a word of advice. Wow. Wanneer je Pokémon vangt, de Pokédex doet automatisch updaten zijn data. Bedankt. Je hoeft niet te weten hoe je Pokémon ontvangt. Ik verwacht ik je beter kan laten zien dan. Of zo. Weedle. Oh my god, dit is een shiny. Oh my fucking god. Dit is echt apart. Bij een shiny ding is. Is het echt apart dat je een shiny krijgt. Oh, dit duurt zo lang. Hij kiest ook zo langzaam. Yay, een Weedle. Er is ook zo'n YouTube video met. Net waarbij ze zeggen, net nu ik shiny zie, dan vangt hij opa hem. Dit is waarschijnlijk ook gewoon zo gedaan. Je moet niet overal in alles intrappen wat je ziet. De kans dat het gebeurt is echt zo fucking klein en dat ze het ook nog opnemen. Oh, hallo, koffie. La 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 la. Even die pokeball ophalen. Boertje. Ik snap eigenlijk niet waarom die kut kat planten staat, want je kan er gewoon langs lopen. Zo stoer aan doen, want deze plant die staat toch leuk. En je kan lekker die pokeball niet pakken. Toch wel, sukkels. Ik heb best wel een voordeel dat ik nu in de dinges. Hoe heet het? Forest. Met allemaal bug Pokémon. En ik heb vuur Pokémon. Eén. Maar liefst één vuur Pokémon. Die ze allemaal kan plat branden. Ik dacht serieus van. Is hij nou rood? Is het te shiny? Ja, natuurlijk is het te shiny. Fuck mijn leven. Dat geluid maakte hij. Level 9. Wat ik nog meer heb te vertellen. Weedle. Oh, Caterpie. Ik faal. Vandaag is het 26:10 en is de tijd veranderd naar wintertijd. Niet zomertijd, wintertijd. Oh man, ik wil hem vangen. Ik ben dom. En ik ging nu al de fout in. Echt, ik wist het niet. Normaal is het altijd van, hey Mike, zit je klok eens bij? Maar nu niet. En ik had echt zoiets van, is het nu al zo laat? En was het ineens niet zo.
En mijn computer zei van, oh, het is 8:30 en het was 9:30. Op mijn klok, dus ik raakte een beetje verward. Oh, hij gaat me niet battelen. Jammer. Teleurstellend. Potion. Auw. Waarom ineens zo'n eng muziekje? Best wel creepy. Birdcatcher Rick. Birdcatcher Rick sent out Weedle. He's so fucking shiny. Ja, als alles shiny is, dan is hij niet echt een hele erge waarde aan shiny. Hetzelfde als alles in de wereld van goud is. Behalve één stukje modder. Dan is dat stukje modder heel waardevol. En wil iedereen modder hebben. Dat klinkt best wel raar. Maar ik snapte vroeger nooit hoe het kan dat tijdens... Ja, ik snapte wel hoe het kan. En dat ging voor energiebesparing. Maar ik snapte niet hoe het werkte. Want of je nou een licht later of eerder uitzet, dat maakt niet uit. Toen ik iets van 2 jaar geleden of zo. Toen ik iets van 13 was. Toen snapte ik het eindelijk. Toen was mijn leven echt compleet. Oh nee, ik wil nog wel hem. Ja. Sensor. Toen snapte ik dat als mensen slapen, gebruiken ze hun licht niet. Duh. Daarom, of zo. Verder ben ik ook nog niet gekomen. Er zit vast een hele diepzinnige gedachte achter. Lekker muziekje. Birdcatcher Rick. Ricky Ricky. Bracky Bracky, dit is Rocky Rocky. Degene die door het gas is gegaan is echt dom. Oh, ik word ook gewakker. Ik doe het totaal niet op de maat. Ik faal. Weedle. Volgens mij was ik niet de enige die er niks van snapte. Ach ja. Yay, level omhoog. Applausje voor aansteker. Hij is nu helemaal compleet. Level 11. Straks in level 14. Charmeleon. Oh, kak. Het was volgens mij dat bij de anime, die heb ik best wel goed gekeken. Ik keek wel alles door elkaar, maar ik heb het allemaal gekeken. Nou, volgens mij leek het maar zo. Ik kon nooit verbanden leggen tussen de ene aflevering en de andere aflevering, maar toch liepen ze allemaal achter elkaar. En ik snapte het toch. Bij Ash was het volgens mij, had hij eerst een Charmander en die was heel lief. Toen Charmeleon, die was altijd heel boos. Die ging hem altijd kapot maken, Ash. Ash ging die Charmeleon kapot maken, maar Charmeleon Ash. Al chagrijnig en zo. Beetje piepertijd eigenlijk. Ja. Level 12. Nu is hij minder compleet. Level 11 is toch wel beter. Waarom druk ik dat altijd? En er was dan... En toen Charizard was het... was hij wel altijd... Wat? What the fuck? Wat is dit voor bullshit? Je houdt van me. Hou van me. Hou van me. Ja, is ook goed. Hij kan toch alleen maar harden. Go your gang. Als ik eigenlijk alleen maar roll doe. Ignore orders. Scratch. Dan, als hij dan altijd de orders ignoreert. Dan win ik alsnog. Yay, ik ben zo'n super genie. Bye bye, Kakuna. Dankjewel, Charmander.
En bij Charizard was het allemaal dikke vrienden. En was hij wel altijd... Dat hij wel heel stoer en zo van... Wow, ik ben een Charizard. Maar hij was echt een lievertje. Ja. Dat is bij mij nu ook. Alleen hoort hij nu een Charmeleon te zijn. En wil hij niks doen. Ik zet er even mijn andere Piggy in. Andere Pidgey. Pokémon. Penetrazi. Switch. B. Lopen. Ik ga wel even uit dit ding eens lopen. Zo kom. Jee. En dan sluit ik de video af. Sorry. dat klonk vast heel hard voor jullie. Mijn microfoon viel om. Dat is het probleem. Shiny. Penetratie. Ik kan alleen tackle. Ik ga sowieso dood. Oh, dat doet niks. Jee. Pop. Doe je tackle. Ik pak een andere Pokémon, anders gaat hij dood. Aansteker. Shiny. Yay, super effective. Goed zo, penetratie. Oeh, penetratie. Caterpie. Ja? Geef een penetratie trainen. Ik ga waarschijnlijk één keer per dag een video uploaden. Op YouTube. Als je daar interesse in hebt van... Mike, hoe upload je? Doe je het iedere dag of doe je het anders? Nou, ik doe het gewoon iedere dag. Niet twee keer per dag, want... Dat vind ik gewoon... Voor de kijkers is het heel leuk, maar voor mij is het een beetje te veel werk. Boetje. Fucking Charmander. Well. Aansteken turned away. Nou, nah, fuck jou. Lik me Pimo. Wat? Je moet me aanvallen, ignoren. Doe Ember. Oh. Oh, wat een penis. En gewoon pure penis. Je kan echt fucking niks. Kom op. Yes. Hij is dood. Super effective. Het heeft volgens mij te maken met... Darude Sandstorm. Nee, het is Sand Attack. Penetratie level 6. Met het level dat hij nu zit. Level 12 is te hoog of zo. Nu al. Heeft niks te maken dat shiny is. Denk ik. Misschien met de cheese die ik heb gebruikt. Ik heb niet zin om nog een gevecht. Ik moet eigenlijk mijn Pokémon beter maken. Yes! Nee. What the fuck, een Pikachu? Die wil ik hebben. Pikachu zat al altijd in mijn team. Echt altijd. Of in ieder geval. In mijn team voor de Elite Four. Dat kan altijd. Het is nu een aflevering van 24 minuten. Iets te lang. Oh nee, niet nog een keer tackle. En hij is dood. Fucking fuck. Oh, shit. Ik sluit hier de aflevering af. En ik zie de uitgang al. Ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Doe dan even een like, duimpje omhoog.
Zet het even in de comments. Beneden. Ik wijs met mijn vingers, maar dat kunnen jullie niet zien. Ik ben dom. En ik heb niet verder iets te zeggen. Doe gewoon leuk of zo. Like is gratis. Abonneer ook. Abonneer. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En het is... Later!